Hoe versie je Tony Junior? Dat is de vraag die 20 dames zichzelf afvragen op het idyllische Kroatië waar zij Tony's hart proberen te veroveren. En wanneer je als datingcoach natuurlijk een cursus hebt die letterlijk gaat over hoe je een man krijgt en houdt, dan kan ik niks anders dan mijn deskundige blik werpen op dit elegante en wetenschappelijke programma. En de analyses gaan vol met tips, principes en adviezen zitten waar ook jij heel veel aan gaat hebben in jouw liefdesleven. Maar goed, wie is deze gekke Tony? Wie gaan we nou precies versieren? Laten we eens kijken naar The Bachelor. Ben je klaar voor een serieuze stap? Ja, echt absoluut. Ik heb een heel mooi vrijgezel leven gehad. Ik heb een aantal relaties gehad waarvan ze zijn niet gelukt. Maar daar heb ik ook wel heel veel van geleerd en weet ik wat ik wel en vooral ook niet wil. Wat ik niet wil is dat iemand nog heel erg in het leven staat van dat het alleen maar draait om feesten. Of ik sta wel nu op een punt dat ik, het klinkt zo heftig, maar wel gewoon kijken naar later, weet je wel. Ik ben nu 31, dus ik vind het echt wel belangrijk om te zien dat een vrouw gewoon wel een soort doel heeft in het leven. Ik ben er echt achter gekomen dat ik liefde gewoon het allermooiste vind en dat ik echt hoop iemand te vinden waar ik 100 mee kan worden. Ziet eruit als een hele lieve kerel die op dit moment klaar is voor de volgende stap in zijn leven. Waar gaat het nou straks allemaal om? Nou, als je kijkt tot hoe relaties tot stand komen, kun je dat zien als een soort lagen die op elkaar opbouwen. In de onderste laag zit gewoon fysieke aantrekkingskracht. Tony moet iemand gaan ontmoeten die hij aantrekkelijk vindt. Daarbovenop komt vervolgens chemie, een bepaalde klik die je met iemand ervaart. En daarbovenop komt uiteindelijk de echte commitment. En er zitten twee belangrijke elementen in, namelijk of iemand relatie-ready is. En Tony geeft hier heel mooi aan van, nou, ik heb een mooi leven gehad, verschillende relaties, flink gefeest, van het vrijgezellig leven genoten. Maar ik ben nu klaar voor iemand met wie ik de toekomst tegemoet kan treden. Wat dus betekent dat hij klaar is voor een relatie en relatie-readiness is. Maar de andere kant van de commitmentlaag gaat over de daadwerkelijke verliefde gevoelens. En dit is het stukje waar het echt op neer gaat komen in de serie. Voor wie gaat hij die daadwerkelijke gevoelens ontwikkelen? Natuurlijk, aantrekkingskracht en chemie zit daar nog onder. Dat moet hij ook ervaren bij de deelnemers. Maar hier is waar het allemaal om gaat. En als jij met mannen aan het daten bent, wil je dus altijd zoeken naar, hoe staat deze persoon nu in zijn leven? Zo krijg ik soms dames bij mij die met een man daten die net uit een scheiding komt, een maand geleden uit het huis van zijn ex is vertrokken en zij willen direct een nieuwe relatie met hem beginnen. Grote kans dat zo'n man niet relatie ready is en daar wil je dus naar kijken. En als ik Tony hier nu zo hoor, dan heb ik het vermoeden dat Tony klaar is voor die volgende stap. Dan is het nu tijd om onze concurrentie te gaan bekijken. De concurrentie die jij en ik gaan ervaren terwijl wij Tony proberen te versieren. Oké, stop. Daar ga je dan. De deur gaat open. Tony staat een stukje verderop. Dit is het moment dat jij een goede indruk wil maken, zodat je direct zijn aandacht hebt en jij in zijn gedachten blijft rondspoken. Wat doe je? Ga je hem heel strak aankijken? Heb je een lief glimlachje? Geef je hem een knuffel, een hand? Wat zeg je? Dit zijn de momenten waarbij we al een grote impact kunnen maken op hoe iemand ons gaat zien. De eerste laag van aantrekkingskracht en chemie, die klik, gaat hij hier al ervaren. Wat een loopje dit. Hallo. Hi. Ik ben Tony. Moet zien. Hi. Oh, ik wil. Hi. Heerlijk, hè? Dat soort momentjes dat je op iemand afstapt. En je denkt, ga ik hem 3 zoenen geven, 2 zoenen geven, 1 zoen geven, pak ik hem direct op zijn mond. Wat gaan we nou precies doen? Er is geen duidelijke regel over in de Nederlandse cultuur. En Maxime gaat er nog best wel soepeltjes mee om. Ze wilde 1 zoen geven, het werden er 3. Maar hoe je dit soort momenten kunt voorkomen, waarbij het een beetje awkward wordt, of wanneer jij hier echt tegenaan loopt en dat het een heel spannend moment vindt, dan kun je gewoon benoemen wat je gaat doen. Zoals we bij deze dame zien. Geef je een knuffel, hoor. Oh, dat vind ik heel leuk. Hi. Hi, welkom. Hoe heet je? Lisa. Ja, ik heb iets heel kleins weer meegenomen. Oeh. Ik hoop dat je het leuk vindt, dat je het kan begrijpen. Oh, dat is heel lief. Ik heb gehoord dat jij, of gezien misschien wel, dat je niet zo heel goed bent planten. Ja, dat klopt. Wellicht. Ja. Handboek voor mensen
die hun kamerplanten altijd dood laten gaan. Dit is echt heel lief en heel attent. Dit vind ik echt heel leuk. Gelukkig. Super, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Wat Maxime hier zo ontzettend goed doet, is dat ze een luchtig speels cadeautje meebrengt. Waarmee ze hem ook een beetje plaagt. Zo van, hé, jij laat planten doodgaan. En hiermee zie je ook dat Tony direct zoiets heeft van, oh, dit is attent, dit waardeer ik. Ze valt direct op. En het is ook niet zo'n heel zwaar cadeau van, oh, super romantisch gelijk. Nee, het heeft een hele speelse energie. Dus het is ontzettend goed wat Maxime hier doet. Het wordt een mooi, grappig momentje. En daar laat ze het bij en ze praten vervolgens weer verder. Top gedaan. Maxime, die een geduchte concurrent voor ons, dames. Dus we moeten haar in de gaten houden. De volgende dame doet iets heel leuks. Jij? Ja, ik ben ook behoorlijk nerveus. Het is wel spannend, hè? Echt waarom ben je nerveus? Ja, gewoon. Om jou te... heel erg. Oh my god, heel erg. Maar ik vind het echt superleuk. Ik ook. Je ziet echt prachtig uit. Dankjewel, oprecht. Jij ook. Heel mooi. Ah, dankjewel. Oh, dat is superleuk. Ze heeft een hele leuke vrouwelijke en speelse energie. Zorgt voor fysiek contact door even de hand vast te pakken van Tony. En je merkt ook dat hij dat ontzettend leuk vindt. Ja, daar was ik wel van onder de indruk. Ja, hoe ze eruit zag. En zij was eigenlijk de eerste die mijn handen pakte. Dat vond ik heel leuk. Dat gaf me een soort van connectie of zo. Die speelse energie aan het begin is belangrijk omdat je eerst wil uittesten of je chemie met iemand hebt voordat je serieuze onderwerpen ingaat. En dat is wat ze nu heel goed doet. Ze laat zien dat ze comfortabel bij hem is, dat ze fysiek contact durft te hebben. En in Tony's herinnering blijft zij hangen als die leuke speelse vrouw. De volgende vrouw maakt een hele subtiele fout die jij wellicht ook wel eens maakt. Hi. Hey. Wauw. Ja, wauw, voor jou ook. Oh, je ziet er prachtig uit. Hi. Ja, jou ook. Hi, Estella. Tony geeft haar een prachtig compliment over hoe ze eruit ziet. En vervolgens kaatst ze dat compliment direct terug. En dat zie je later nog een keer gebeuren. En dit is iets wat ik complimenten weerkaatsen noem. Wat veel krachtiger is, is om juist het compliment in ontvangst te nemen, daarvan te genieten, de ander voor te bedanken. En later, als er iets oprechts in je opkomt, een complimentje terug te geven. Maar wanneer jij direct een compliment weerkaatst, gaat het moment, de magie daarvan een beetje verloren. Er wordt een beetje in de versnelling gedaan en het is zo van, oh, jij ziet er ook heel leuk uit en het gesprek gaat weer verder. Terwijl wanneer je het echt in ontvangst neemt, de ander bedankt, dan gun je ook de ander het goede gevoel van daadwerkelijk een compliment geven, waardoor ze jou ook weer veel leuker gaan vinden, omdat zij daadwerkelijk een goed gevoel bij jou hebben. En later in het gesprek, wanneer je dan alsnog wil zeggen dat hij er leuk uitziet of een compliment wil geven, kan dat helemaal prima en zal jouw compliment ook veel sterker aankomen, omdat het nu weer een apart momentje op zichzelf is. Daar ga ik het bij laten voor aflevering 1, want de volgende afleveringen, daar zit alle juice. Dat wordt heel sappig met een borrel die eraan gaat komen, allerlei dates. En daar gaan de dames echt hun versiervaardigheden in de praktijk brengen. Mocht het nu zo zijn dat jij een moment hebt gezien waarvan je heel graag wil dat ik hem behandel, omdat je het interessant vond of graag wil weten wat zich daar nou precies afspeelde, laat het me dan weten in de reacties. En wellicht pak ik dat moment wel en zal ik het in de volgende aflevering behandelen. En wil je dat ik deze serie afmaak? Heb je het idee van, nou Matthijs, ik ben heel erg benieuwd hoe dit allemaal af gaat lopen? Like dan deze video, want het is een ontzettend goed feedback systeem, zodat ik weet dat dit de content is waar jij naar verlangt. Oh, en mocht je nog een andere serie op het oog hebben gehad, zoals First Dates, Lang Levende Liefde of wat jij ook allemaal kijkt, laat het natuurlijk ook weten in de reacties. En wellicht gaan we dat ook gewoon behandelen. Voor nu, tot in de volgende aflevering. Ik zie je daar. Was a sign from my soul.